Dierbare leerlingen, ik ga het hebben over chromosomen van thema 1 cellen. Chromosomen zijn hele lange, dunne draadjes in de celkern. En daarop zitten de erfelijke eigenschappen. Kijk, hier zo, dit hebben we allemaal gezien. Hier zo zie je dus een celkern. En daar zo zitten al die erfelijke eigenschappen en die chromosomen in. Dus met andere woorden, al die honderden miljarden cellen die we hebben, hè, maar ook een ui of een plant, maakt niet uit welk organisme dan ook, met een celkern. In die celkern, elke cel heeft dus zo zijn eigen chromosomen. De celkern, hier zo, zie je een paars in de verte, kom wat dichterbij. Daar binnenin zitten dus die lange dunne draden. Dus één zo'n draad is een chromosoom. Nou, die chromosomen die zijn gemaakt van de stof DNA. En hier zo zie je dat een beetje zo, DNA. En dat is een heel aparte stof. Maar DNA is eigenlijk een code. Zo zou je het kunnen zien, een code. Ik kom er verder straks nog wel even op terug, hoe dat chromosoom zo eruit ziet. Maar een code, ja, dat is normaal gesproken iets wat vertaald kan worden. Hier zie je de Morsecode of een of andere QR-code of een streepjescode. Hey, ik heb maar even wat van internet geplukt. Ik weet niet wat het allemaal betekent. Het zou een potje jam kunnen zijn of zo. Maar dit weet ik niet. Maar in ieder geval een code. En DNA is dus ook een code. En dat is een code voor alle eigenschappen die we hebben. Dus bijvoorbeeld rood haar. Nou, dit is toevallig geverfd. Maar gewoon echt rood haar. Of het al of niet kunnen tonggootje kunnen maken. Al of niet. De kleur ogen. Blauw of groen. Of nou, maakt niet uit. Maar ook je oren. Hè? Hoe je oorlelletje eruit ziet. Hoe dat vast zit aan je huid, bij je wang en zo. Dus alle erfelijke eigenschappen. Maar goed, niet alle eigenschappen zijn natuurlijk erfelijk. Hè? Zoals dit is natuurlijk niet dat je zo geboren wordt. Hè? Het zal wat zijn als je zo'n geboortekaartje stuurt. Dus dit is dan opgedaan tijdens het leven. Je kunt wel aanleg hebben, of meer of minder, dan om gespierd te worden. Maar hè? Niet alles is erfelijk. Als een cel zich gaat delen, dan worden chromosomen zichtbaar. Hier zie je een microscopische, of elektronenmicroscopische foto van een chromosoom. Nou, in wezen is dat hier zo'n DNA-molecuul, die code die er staat, als die zich helemaal oprolt zo, dan heb je een chromosoom en die wordt dan op een gegeven moment zichtbaar als die zich gaat delen. Dus als een chromosoom of als een cel zich gaat delen, dan worden de chromosomen zichtbaar. Nou, dat komt omdat het chromosoom zich op dat moment zich spiraliseert. Dus besef dat het eigenlijk een heel bijzonder moment is. Want een cel die deelt zich helemaal niet altijd. Sommige cellen delen zich helemaal niet meer. Maar als een cel zich gaat delen, dan zie je ze zo. Als je ze eigenlijk altijd afgebeeld ziet op vaak plaatjes. Nou, je krijgt je eigenschap natuurlijk van je vader en van je moeder. Hier zie je een broer en een zus. Die hebben ze een beetje vermengd met elkaar zo. En dan zie je kleine verschilletjes. En ja, dat maakt een uniek persoon. En die erf je dus van je vader en van je moeder. Je hebt dus de genen van je vader en van je moeder gekregen. Maar je vader heeft natuurlijk een kleur ogen en je moeder heeft een kleur ogen. Dus onderling tussen die genen ontstaat er een soort strijd. En er zijn er dus ook twee. Je hebt alle genen en alle chromosomen heb je dus ook dubbel. Want eentje was ooit van je vader en eentje was ooit van je moeder. Alle chromosomen die heb je dus ook dubbel. Hier zie je de chromosoom van bananen vliegen, een huisvlieg, een ert, een ui, een tomaat, een groene kikker, nou, noem maar op. En de een heeft er 8, ander 12, ander 14, ander 16, ander 24, noem maar op. En wat in ieder geval opvalt is dat de chromosomen allemaal een even aantal zijn. Je hebt altijd een even aantal chromosomen. En de heremietkreeft die heeft er zelfs 254. Nou, een mens die heeft 46 chromosomen per gewone lichaamcel. Ik leg even de nadruk op gewoon. Ik kom er straks op terug. En dat zijn dus 23 paar chromosomen. We hebben dus eigenlijk 23 setjes. Want je had ze immers allemaal dubbel. Eén van vader, één van moeder. En per setje heb je dus één van vader en één van moeder. En de verschillende organismen hebben dan ook verschillend aantallen in chromosomen. Dus het is niet dat een kat of een aardappel, hè, die heeft 48 chromosomen, dat die intelligenter is dan een muis omdat hij er meer heeft of zo. Nee joh, dat maakt helemaal niet uit. Hè? Want een heremietkreeft met 254 chromosomen is echt niet heel intelligent of zo. Het is ook niet beter, ook niet slechter, ook niet. Het is gewoon anders. Nou,
een chromosomenportret van een vrouw, dat ziet er zo uit. Hier zie je een portret, dan zie je dus inderdaad altijd alle chromosomen dubbel. Hè? En dus hier bijvoorbeeld bij chromosomenpaar 4, deze was bijvoorbeeld ooit van vader en die was ooit van moeder. Die heb jij dan gekregen en dan heb jij er weer twee. Dit is een vrouw, want de laatste paar zijn de geslachtschromosomen. Dat is een chromosoom die bepaalt of je man of vrouw wordt. Nou, en als je twee dezelfde hebt, X en X noemen we die voor het gemak. En zo worden ze nou eenmaal genoemd. Dan wordt het een vrouw. We noemen dit trouwens een karyogram. En dit is dus alleen maar als een cel zich gaat delen. Nou, chromosoomportret van een man heeft ook 22 paar chromosomen. En het laatste paar is iets meer aan de hand. Hey, die zijn ongelijk. Beetje afwijkend dus. Nou, heb je een ongelijk paar, dan ben je een man. Nou, daar komen we later op terug. Hoeveel schoenen zie je? Nou, dat is een hele rare vraag, zou je denken. Maar heeft alles mee te maken. Hoeveel schoenen zie je? Nou, dan denk je 1, 2, 3, 4, 5. Nee, gewoon tellen. Ik tel 10 schoenen. En hoeveel paar schoenen zie je? Oh, dat zijn er natuurlijk 5. Nou, als ik dus ook aan jou vraag hoeveel chromosomen heeft iemand, een mens bijvoorbeeld, zeg je 46. Hoeveel paar chromosomen, dan zeg je 23. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk dat je dat niet fout doet. Maar ja, goed, gewone cellen heb ik het over gehad. Daar heb je de chromosomen dubbel. Altijd een even aantal dus. 2, 4, 6, 18 hè, of 254. Altijd dubbel. Wat zijn dan die gewone cellen? Nou, bijvoorbeeld spier, hart, lever, huid, bot, zenuw, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gewone cellen. Alle cellen eigenlijk. En hier zie je bijvoorbeeld een spiercel, een botcel, huidcellen, noem maar op. Nou, wat zijn dan de niet gewone cellen? Hier zie je er één. Spermacel en hier de andere, de eicel. Dat zijn de niet-gewone cellen, oftewel de geslachtscellen. De geslachtscellen die hebben een even of een oneven aantal chromosomen. Dat maakt natuurlijk niet uit. Hè? Want bijvoorbeeld, stel je voor dat je 3 chromosomen zou hebben in een geslachtscel. Nou, 2 geslachtscellen die smelten samen, dan heeft het organisme dus 6 chromosomen in zijn gewone lichaamscellen. Nou, en dat zijn er dus weer even. Maar in een geslachtscel kan het best oneven zijn. Dat was het. Dankjewel.